Nou, we gaan jullie de volgende route laten zien. En ik had een verzoek gekregen, een reactie zat ik eigenlijk. En die werd gevraagd of ik niet de route wilde laten zien op de kaart. Nou, jullie zagen het al, de route zoals het was in het grote beeld. Hier doe ik hem ietsje inzoomen, dan laat ik meer zien hoe we gereden hebben. Dit is wat meer gedetailleerder. En jullie zien hier die parking, de autocaravana. Dat is dat rondje wat je ziet. En waar je dat hartje ziet opspringen. Kijk, daar staan wij. Nou, een prachtig plekje. Ik ga jullie er even het een en ander over de reis heen laten zien. Vertel. Nou, we denken we gaan even naar het Teruel, het eerste plaatsje waar we heen gaan. Truel. Truel. Truel, Truel. En we denken we gaan even tanken. Kijk. 1,6, zeg maar 1,7 per liter. Nou, dat is niet verkeerd. Dat is in een paar jaar niet meer gebeurd sinds we in Spanje zijn. 50 liter. Dit is een hele grote Repsol. Kijk. En hier hebben we net getankt. En kijk, toen mochten we van die mevrouw water tappen voor de tank te vullen. Dus vuil watertank leeg laten lopen, water gevuld, alles in één moeite door. Nou, super toch? En nu gaan we weer de snelweg op. We rijden nu op de A23 richting Teruel. Rustig rijden, hè, steeds. Ja, rustig. We gaan echt binnenland in en het is. Kijk, die windmolen staan er altijd stil. Ja. Kijk, heel mooi. Ja, kijk. En mooi groen, even goed. Ik heb zelfs net twee meren gezien, gevuld. Maar het rijdt wel lekker zo, hè, steeds. Ja, heerlijk, ja. Ja. Dus, heel relaxed. 4 kilometer lang, 5% stijgen. Nou, alleen maar vrachtwagens. Ja, want die hebben de moeite mee. En dan even goed op inhalen. Nou ja, niet de snelheid halen. Ja. De snelheid eruit halen, dan deugt je Mia. Voor de pomp helemaal. Nou, stel je niet aan. Kijk, mijn Godi wilde eventjes een foto maken van de prins van Eruel. Alfonso de Tule. Teruel. Teruel. Hoe heet hij? Alfonso? Alfonso. Alfonso. Nou, Alfonso. Het gaat je goed, jongen. Dan hebben ze hier voor de Niños. Kijk, hebben ze een heel leuk speelplaatsje gemaakt. En dan kom je zo alweer bij een andere boom die ook volop in de bloesem zit. Ik ga nog even de sitecode van deze site erbij zetten, maar ik denk ik loop even naar die bomen, want moeten jullie dit eens zien. Oh. Is het niet prachtig al? Eens even kijken. Allemaal bloesem. Dit plaatsje, dat sitecode zet ik er even bij, zodat jullie het kunnen zien. Kijk, wij staan daar zo, dan kan je daar zien. Er staan er nog drie naast ons. Daar staat er nog één en hier staat ook nog een hele rit. En het is een speciale plek voor autocaravana. Dat wordt ook vermeld als je Google Maps intikt en je tikt dit plaatsje in. Dan staat het er ook meteen op. En nou hoorde ik zeggen dat dit plaatsje, Teruel, hè, dat is, zo heet het hier, Teruel, Teruel. En of je het zo uitspreekt, dat weet ik niet precies. Maar onze buurman die vertelde dat waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat hier al die campers mogen staan. Want zoals je kan zien is er daar op de hoek een Mercadona. Je ziet er zijn ook hier, even kijken naar de andere kant, huizen omheen. En die mensen kijken altijd op die campers. En het is ook heel veel mensen die hier in de buurt werken. Die zetten hier hun auto en die kunnen hun auto niet kwijt omdat er
zoveel campers staan. Want als er 20 campers staan, dan kunnen er wel 30 auto's staan. Dus dat zijn ze hier een beetje zat. Maar nou is er hier net aan die kant, achter deze huizen, is een Alcampo. Dat is een hele grote supermarkt hier zo. En daar is een mega groot parkeerterrein. Daar kunnen wel 200-300 auto's staan. En daar zijn ze nu bezig met een voorziening aan het maken voor grijs water, dat je er kwijt kan, dat je er schoon water kan pakken en je wc kan legen. En dan gaan ze daar dus die camperplaats maken. Dus dan willen ze het hier uit dit dorpje vandaan hebben. Nou, vinden jullie het niet een plaatje, jongens? Ik wel. En ze voorspellen vanmiddag, er staat hier eigenlijk geen wind, en ze voorspellen vanmiddag dat het hier zo'n graad of 30 wordt. Nou, als ik naar de lucht kijk, die is niet echt helder. Het is niet echt stijf, dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar goed, nou, dit is ons reisverslag van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En als je het leuk vindt, dan geef je een. Als ze het leuk vinden, wat doen ze dan? Een duimpje. Duimpje. En een reactie achterlaten. Nou, vinden we ook leuk. Hè, nee, vinden we wel leuk. Ja. Wel leuk. Ja. Ik kijk net op de app, het is nu 26 graden. Oh, 26 toch even goed. Ja, ze zeiden 30. Nee. Kijk, daar is het gebouw van de Guardia Civil. Mooi, hè? Van het politiebureau.